Willem-Frederik Hermans op Radio 3 liep lang en reeks over Patagonië. We weten dus alles van Patagonië, maar niets van Argentinië. En dat komt u allemaal vertellen. U komt er net vandaan. Ja, ik ben er voornamelijk naartoe gegaan. Ja, dat moest eigenlijk altijd de reden zijn om naar een land te gaan als je er nog nooit geweest bent. En ik had er wel eens iets over gehoord, maar toen ik er kwam, toen was het mijn impressies waren volstrekt verschillend van wat ik gedacht had dat het zijn zou. Argentinië is namelijk een Europees land dat erg ver weg ligt. Het is zeer Europees. En, maar ja, op een manier die met geen enkel Europees land te vergelijken valt. Omdat het zo verschrikkelijk groot is. Het is wel, de lengte is iets van 3000 kilometer. Je verliest er ook helaas veel tijd met wachten op vliegtuigen, zitten in autobussen, zitten in taxis, in minibusjes. Enzovoort. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar de hoofdstad, zullen we het eerst over de hoofdstad hebben? Nou, ik zou het eerst even willen hebben over uw verwachtingen. Vermits u had bepaalde verwachtingen en het viel beter mee dan wat u eigenlijk dacht aan te treffen. Ja, ik had gedacht, nou ja, dat zal ook wel zo'n misère land zijn. Ik was dus eigenlijk wat een beetje angstig om er naartoe te gaan. Aan de andere kant had ik gehoord dat je er zo ontzettend lekker vlees kon eten. En dat kan eigenlijk in nergens anders meer. Maar dan kwam ik daar. Nou, het vliegt wel veel mee, maar dan rijd je door een wijk naar Buenos Aires. Dan weet je niet wat je ziet. Afschuwelijke torengebouwen. Van beton, helemaal van buiten niet bekleed. Ja, zeg je gids, daar woont de middenstand. Maar tenslotte kom je dan in Buenos Aires zelf aan. En het is een eigenaardige stad. Omdat eigenlijk net als New York, maar nog eerder als Portugal, dus ook in de 18e eeuw, precies volgens een rechthoekig patroon zijn de straten aangelegd. En die straten zijn dus vrij smal. En tot voor een jaar of 70, 80 geleden met vrij normale huizen erlangs. Je ziet er hier en daar nog zo'n soort huis. Laat ik zeggen, dat is ook zo'n huis als je ook Parijs ook ziet. Zo zijn die appartementsgebouwen, zo met balkonnetjes erlangs, helemaal in de Parijse stijl. Maar die zijn nu voor het grootste gedeelte afgebroken en vervangen door hoogbouw. Huizen van 10, 20, 15, 20 miljoen. Dus eigenlijk zoiets als Brussel, maar ze hebben het eigenlijk vlugger gedaan. Want helaas, in Brussel, ja, daar staat zo ontzettend veel leeg. Dat volgeplakt met adviezen dat nog afgebroken moet worden of waarover nog problemen zijn. En dat, nee, daar heb ik daar weinig van gemerkt. Je kon wel merken dat in razend tempo hebben ze dus al die straten voorzien van hoge gebouwen. Maar erg netjes, moet ik zeggen. En de mensen op straat, die zijn erg Europees zo om te zien. Het is, er wonen, behalve dus wat Duitsers zijn, sommige uit de SS afkomstig, maar ook veel Italianen. Ja, dus je hebt een sterke invloed op de hele, ja, laten we zeggen, de stijl van leven, de stijl van de winkels en zo. Dus dat viel me dus heel mooi, dat was volstrekt onverwacht. Ja. Nou, dan heb je er verder in Buenos Aires heb je eigenlijk niet veel interessante antiquiteiten. Je hebt er een kathedraal uit 1727, dat is niet zo erg oud. Je hebt er een presidentieel paleis, dat roze gebouw, het roze geverfd is, dat heet La Rosada. Dan heb je er een obelisk, je hebt er een 19e eeuws opera gebouw. En dan heb je, dat is interessant, een oude immigrantenwijk, La Boca. En nu heb ik hier een, helaas, de kijkers zien niks, want er valt niks te kijken op de radio. Maar de luisteraars. Ik zal de luisteraars dus zien, laten vertellen wat ik zie. Ik heb namelijk gekocht een reeks ansichtkaarten, of kaarten, die verkocht wordt in het Museum voor Schone Kunsten in Buenos Aires. Je zou denken, Buenos Aires, ja, zo'n Zuid-Amerikaans land, cultuurloos land. Maar ze hebben dan toch een Museum voor Schone Kunsten waar ze een vrij redelijke verzameling impressionisten hebben. Maar behalve dat hebben ze een alleraardigste serie
kaarten die je daar verkopen. En deze vooral wou ik dus even over hebben. Dat zijn dus oude huisjes. En die wijk die is uit de 16e eeuw. Maar deze huizen die er nu staan zijn niet uit de 16e eeuw. Zijn uit de vorige eeuw, begin van de 100e eeuw. Maar zoals je kunt zien, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat de gevels, niet de daken, maar de gevels zijn bekleed met golfijzer. En dat is in zeer felle kleuren beschilderd. Is dat tegen de regenval of is dat gewoon ornament? Ik denk gewoon dat hadden ze ter beschikking en dat hebben ze maar gebruikt om huizen van te maken. Maar dat is de arme wijk toch? Ja, geen rijke wijk. Het is een wijk waar verder, de toeristen hebben natuurlijk veel belangstelling daarvoor. Hè? Dus alle autobussen met toeristen gaan daar naartoe. En die laten mensen dat dan zien en mensen laten zich fotograferen en zo. Dat is erg aardig. Dus het is wel een op toeristen ingesteld. Ja, natuurlijk. Dat is, de hele wereld is op toeristen ingesteld. Maar de ene hoofdstad heeft meer attracties voor toeristen natuurlijk dan de andere. Maar ik moet zeggen, de toeristische organisaties van Buenos Aires hebben geprobeerd er het beste van te maken. En zijn dan soms tot vind ik, nogal originele resultaten gekomen. Niet over deze wijk, nou ja. Maar behalve dat, hebben ze in deze serie kaarten, hebben ze ook gecatalogiseerd als het ware de poorten van huizen. He? Een heleboel. Of deuren van huizen, allemaal verschillende naast elkaar. Dus zo 25 op één kaart. Het is eigenlijk een didactische reeks met monumenten, ja, ramen. Ja, maar dat is juist zo mooi dat ze dat op die manier gerangschikt hebben. Hè? Dit is dus van een groot monument. En daar hebben ze dus alle details, alle koppen van paarden, van vrouwen enzovoort. Ja, hier ook zoiets. Dan heb je hier een kaart met koepels. Alle mogelijke koepels. Nu denk je, een prachtige stad is dat vol koepels. Maar er zijn allemaal koepels van... Meestal van commerciële gebouwen. Hier van wolkenkrabbers. Hier, nou, dat is ook weer mooi, de ornamenten van op zuilen. Het is allemaal kiezen, het is allemaal namaak. Want tenslotte, het is geen architectonisch grootste stad. Hier. Hebben ze eigenlijk een architect die een beetje bekend is? Nou, volgens mij niet, ik weet het niet. Ik denk dat het allemaal door Italiaanse of Europese architecten gemaakt is. Ja, hun beeldhouwwerk is ook afkomstig uit Frankrijk. Het is werk van Bourdelle. Ja, onder andere. En dan heb je hier allemaal karyatiden. Mm-hmm. Ja, bedoel, als je zo'n soort reeks ging maken over een stad als Parijs, dan kwam je geen jaren klaar natuurlijk. Hè? Al die details allemaal bij elkaar op kaart te zetten. Heeft u er een standbeeld aangetroffen voor de door u niet beminde schrijver Jorge Luis Borges? Nee, dat niet. Maar ik heb wel een straat aangetroffen, een mooie laan, genoemd naar Victoria Ocampo. Dat was een Argentijnse schrijfster die zo bevriend was met Gide, met Drieu La Rochelle, met al die soort mensen, hè? Ja, ook met Borges, ja. Borges zal ongetwijfeld ook een standbeeld ergens hebben. Of een standbeeld heb ik niet gezien, maar zal ook wel een straat hebben. Maar, ja, kijk, ik ben alles bij elkaar. Ik ben twee keer anderhalve dag in Buenos Aires. Veel te kort natuurlijk, helaas. Nou, dan heb je hier nog... Dit is niet zo bijzonder origineel. Dit. Enfin, alle mogelijke details over de architectuur van Buenos Aires. Een hele leuke doos met kaarten. Ik heb direct, toen ik die zag liggen, gedacht... dat lijkt een leuk cadeautje voor Freddy de Vriend. En dat bleek zo te zijn. Goed. Maar daar heeft de luisteraar weinig aan. Maar hij hoort toch hoe aardige man ik ben... dat ik daar het allemaal op merk en zo. Nou dan. En, gaan we verder door de stad. Ja. Ja. Nou ja, de attractie waar alle bezoekers naartoe gebracht worden, dat is dus 's avonds de tango. Dus zou je denken, die tango, ja, dat die gewoon in allerlei nachtclubs, dat je daar de tango kon dansen. Dat is misschien wel zo, maar die hebben speciale theaters ervoor.
twee. Eentje is Annex. Annex restaurant, daar ben ik niet geweest. En het andere, dat heet Casablanca. En dat is, ja, het is een theatertje echt. Het is een variété theater. Je hebt dus een zangeres en een zanger en een goochelaar, een acrobaat. Maar de voornaamste attractie, dat zijn dus grote orkesten, of vrij grote orkesten. Een orkest bestaat uit een violist, een cello, een bas, een piano. En dat is het voornaamste, een man die op een bandoneon speelt. Een bandoneon is een soort trekharmonica van zeer grote afmetingen. Die heeft hij op zijn knieën, op een kussentje soms. En dan heb je dus een heer en een dame. Die dame die heeft een avondjapon aan met een zeer hoog split, aangezien ze bij bepaalde gelegenheden in die meneer moet klimmen, zoals je op dit plaatje ziet. Ja, ja, kijk eens. Het is dus een volgens sommigen zeer obscene dans, zijn we van plan geweest om die te die reputatie had het, maar dat is een halve eeuw geleden of zo, hè? De dans van het verderf. Ja, maar kijk, het wordt nu nog daar, wordt het nog op die manier gedanst. Maar toen ik een schooljongetje was, ja, op dansles moest je de tango leren, maar dat ging dan heel, heel saai. Hè? Niet zo. Toen was er ook geen bandoneon en nu nog niet, geloof ik. Die bandoneon die verschilt van de normale accordeon die men hier in Brussel in cafés ziet opentrekken. Het is een groter instrument. Groot en het is qua doorsnede kwadratisch. Hè? Die accordeons die je hier in Europa hebt, die zijn zo lang gerekt naar boven. Met klavieren hier en klavieren daar. Deze hebben geen toetsen ook, het zijn alleen knopklavieren. En zeggen die mannen die dat bespelen, dat zijn grote virtuozen. En het wordt met veel vaart, veel furore wordt het bespeeld. Dat vond ik wel heel mooi. En in de Casablanca is dat dan een demonstratie van de tango door professionele dansers? Ja, op het toneel, ja. Maar het publiek danst niet. Het publiek zit aan tafeltjes en drinkt biertjes of whiskies of wat ook. Dus uw danskunst hebben ze niet kunnen bewonderen? Maar ik heb helemaal geen... Gelukkig niet, want ik dans niet. Nee. Er is een spreekwoord, Frisia non cantat, Friesland zingt niet, maar Hermans dat zingt. Ja. Nou. Behalve de hoofdstad is er nog wel wat anders in Argentinië. Ja, het is een gigantisch land. Ik zal hier even de kaart ontvouwen. Een zeer groot, langgerekt land. En ja, ik heb er hier en daar een hap en een snap heb ik daaruit gezien. Een van de mooiste dingen die ik gezien heb, dat is hier in het noorden, bij Brazilië, bij de grens met Brazilië en met Paraguay. Daar heb je een riviertje, een zijrivier van de La Plata rivier. Dat is de Iguazu. En daarin is een gigantische waterval van enkele honderden meters breed en iets van 80 meter hoog. En die kun je bezien. Je hebt daar overheen gemaakt, want het is ver op zichzelf en ondiep natuurlijk. Het bed, dus we zeggen, boven de water is ondiep. Daar is een brug overheen gemaakt. Nou, een zeer eenvoudig houten bruggetje. Maar dat was bij een grote stormvloed van een paar jaar geleden gedeeltelijk verwoest. Dus dat kon je niet zien. Maar je kon er nog wel op klimmen. Maar het eigenaardige van die waterval is dat bovenstrooms komen allerlei kleuren modder in. Dat had ik nog nooit gezien in een waterval. De meeste watervallen zijn zilvergrijs of wit. Hè? Maar hier zag je dus donkerrood, lichtroze. Ertussenin en zo, dat was zeer mooi. En daar heb ik ook foto's van gemaakt, die kan ik helaas ook niet laten zien. Maar in de buurt stond geen jukebox die het Nederlands volkslied ten gehoor bracht, zoals in Canada, of wel? Zoals bij de... Niagara Falls. Niagara Falls, ja. Nee, niets. En dat is natuurlijk, dat is het eigenaardige en het mooie van dit land, dat al die dingen
bevinden zich in volstrekt onbewoond gebied, in natuurgebied. Ja. Niet alleen dit bijvoorbeeld, maar daarna zijn we dus ook naar het zuiden gevlogen. En we zijn dus geweest in de zuidelijkste stad ter wereld, dat is deze, Ushuaia. Ushuaia aan het Beaglekanaal. Dat ligt dus een ietsje boven, dus in Vuurland, maar een ietsje boven Kaap Hoorn. He, je weet, Kaap Hoorn, dat is Kaap Hoorn, dit is zo genoemd door Schouten en Lemaire, twee Hollandse zeelieden in de 17e eeuw. Waarvan één Schouten afkomstig was uit het plaatsje Hoorn in Noord-Holland. En daarom heet dat Kaap Hoorn. Maar het Ushuaia, dat was. En nou, een jaar of 10, 20 geleden was dat een plaatsje van 6.000 inwoners. En nu wonen er wel 30.000 mensen. Waarom? Omdat Grundig daar een grote fabriek gesticht heeft. Merkwaardig, hè? Maar waarschijnlijk zijn de arbeidslonen laag. Een grote fabriek van Grundig, televisies en radio's enzovoort. En de werkers voor die fabriek in Ushuaia, die wonen in huizen die op sleden staan. Want zo nu en dan heeft de overheid het land waar dat huisje op staat, kleine houten huisjes zijn nodig. Nou, dan worden ze gewoon versleept met een tractor naar een ander plekje. Maar het maakt wel een vrij armoedige indruk. Ik moet zeggen dat deze stad nogal een armoedige indruk maakte op mij, in tegenstelling tot andere steden die ik heb gezien. Als u spreekt over lage lonen, wat is dat dan? Ja, dat heb ik geen idee wat dat is. Kijk, de prijzen zijn zeer hoog in Argentina. Hè. Het is voor twee prentbriefkaarten betaal je $3, Amerikaanse dollars, of 3 pesos, maar de peso die staat op hetzelfde niveau als de Amerikaanse dollar. Het port op een menbriefkaart is ook $1. Dat is toch bijna 2 gulden. Dat is een hoop geld, hè, voor een eenvoudig aanzichtkaart. U hoorde Hermans in maart 1994 een gesprek met Freddy de Vree over de reis die hij kort daarvoor maakte naar Argentinië. We kunnen u een stukje laten horen van de opnamen die in datzelfde jaar 1994 werden gemaakt van het boek De God Denkbaar, Denkbaar de God. Voorgelezen door de schrijver Willem Frederik Hermans. Dat wordt het stuk, ik noem dat altijd het verhaal van de beer. Luistert u naar de voordracht van Willem Frederik Hermans. Denkbaar straf bestond erin dat hij te werk gesteld werd in het hondenasiel, waar hij honden die zonder halsband op straat gevonden waren, moest afmaken in een gaskamer. Met zijn blote voeten in klompen, een vuile overall over zijn blote lichaam, liep hij rond in een betonnen ruimte vol loslopende honden. De gaskamer leek op een ijzeren oven met een dikke schoorsteen erop. Het toestel stond aan het einde van een stel rails die door de betonnen ruimte lagen en doodliepen in de gaskamer als in een kopstation. Een wagentje met een kooi van ijzergaas erop kon rijden over deze rails. Hij moest het wagentje vullen met honden. In het begin sprongen zij er vanzelf in als hij floot, soms meer dan hij kon bergen. Een doofstomme Eskimo hielp hem bij dit werk. Als zij het wagentje gevuld hadden, reden zij het naar de oven, duwden het naar binnen, sloegen de deuren dicht en sloten de schoorsteen af. Daarna liet Denkbaar blauwzuurgas toestromen uit een cilinder. Loerend door een kijkglas wachtte hij 3 minuten tot alle honden dood waren. Als geen enkele zich meer bewoog, zette hij de klep van de dikke schoorsteen open, wachtte nog een minuut, opende de deuren weer en trok het karretje met lijken druipend van urine naar buiten. Steeds meer honden werden door grote vrachtauto's aangevoerd. Het werd voortdurend voller in de betonnen ruimte. De Eskimo moest de dieren met een stok van de rails jagen, terwijl ze de lijken naar een stortplaats reden, waar ze werden opgevangen in andere vrachtauto's. Nog meer loslopende honden werden tegelijkertijd aangevoerd. Ook werden zij steeds wilder en groter. Onophoudelijk vlogen zij hem naar de keel. Ook hij moest zich een stok aanschaffen. Het werd noodzakelijk de honden half dood te slaan voordat ze in het karretje van ijzergaas konden worden gestopt. Maar doordat de overlevende dieren de rails niet vrijlieten, ging het werk steeds langzamer
En steeds vlugger op elkaar kwamen de vrachtauto's die nieuwe honden aanvoerden. Het werd zo vol dat er wel minstens een kwartier verstreek voor Denkbaar en de Eskimo met het wagentje van de lijkenstortplaats naar de gaskamer teruggereden waren. Ook nam de druk in de gascilinder gestadig af. Het duurde op het laatst wel 7 minuten voor alle honden waren gestikt. Wilder en wilder werden de overlevenden, steeds hongeriger ook. Zij besprongen het wagentje met de lijken. Staarten en poten die door het ijzergaas staken werden afgebeten en onmiddellijk verslonden. Ten slotte, de chauffeurs van de auto's die de overblijfsels moesten afhalen, werden ongeduldig. Ging de Eskimo ertoe over vlak bij de lijkenstortplaats de levende honden bij de achterpoten te grijpen en hun de hersens in te slaan tegen de betonnen vloer. Denkbaar moest dit voorbeeld wel volgen, want de doofstomme Eskimo was er met niets meer toe te bewegen hem te helpen bij het vullen van het wagentje, het naar de gaskamer te rijden, de deuren te sluiten enzovoorts. Alles wat hij de Eskimo toeschreefde werd overstemd door het geblaf van de honden. En al was deze pelsjager doofstom, lip lezen kon hij niet. Trouwens, de gascilinder was zo goed als leeg en telkens wanneer Denkbaar 's avonds een nieuwe gascilinder aanvroeg op het hoofdkantoor, werd hem gezegd dat er de volgende dag in komen zou, maar dat gebeurde nooit. Hij had voorgesteld de gaskamer dan maar op het lichtgas aan te sluiten, maar er was niet naar geluisterd. Het afmaken van de dieren zonder gebruik van de gaskamer ging natuurlijk veel langzamer. Bukken, een willekeurige greep doen naar willekeurige achterpoten. Soms grijp je mis, soms heb je 200 tegelijk, soms wringt het woeste beest zich los. Terwijl je gebukt staat, happen de andere honden naar je oren. Dan het slachtoffer hoog opzwaaien, weer bukken en de kop tegen de vloer slaan, wanneer er tenminste een stukje van de vloer vrij is. Meneer, ik bezweer u, dat is beestenwerk en ik had het nergens aan verdiend. Met z'n tweeën tegelijk werken, zelfs dat ging op den duur niet meer. Dikwijls liepen er juist andere honden op de plaats waar hij wilde slaan. Dan moest hij het huilende dier opnieuw boven zijn hoofd heffen en soms minutenlang vasthouden tot de stok van de Eskimo wat ruimte had gemaakt. Ook konden de nog levende honden zich nu veel gemakkelijker meester maken van een lijk en het verslinden zonder dat er ook maar een kop of poot in de auto's van de opkopers terecht kwam. Tijdverlies, geldverlies. De opkopers dienden rekeningen in, de schade werd afgetrokken van zijn weekgeld. En steeds meer levende honden werden aangevoerd. Nog groter en woester werden zij. Denkbaar had wel in de gaten dat het grotendeels al lang geen honden meer waren. Wolven durfde hij alleen maar op te pakken door uit te roepen, het is een hond. Maar hij had hun ogen wel degelijk herkend. Trouwens, bij wolven, vossen, dassen en marters bleef het niet. Er kwamen nog andere roofdieren, steeds groter en woester. Hele dierentuinen moesten losgebroken zijn en zonder halsband door de straten zwerven. Er waren roofdieren bij in soorten die hij nog nooit had gezien. Enorme lichamen met kleine geklauwde poten. Nog andere, gebouwd als een hazewindhond, maar met de kop van een angorakat. Soms waren er hele troepen van dezelfde soort die zich dan in een wijde kring rondom hem en de Eskimo opstelden als om de andere slachtoffers te beschermen. Schreeuwend en met hun stokken zwaaiend moesten zij de belegeraars uiteenslaan. 3 dagen hield hij deze oorlog vol. Toen werd de overmacht te groot. Hij had kramp in zijn armen van het slaan. Zijn lenden waren gebroken. In feite hadden de dieren hem al lang stukken kunnen scheuren, maar er waren er te veel. Zij belemmerden elkaar in hun bewegingen, zodat hij steeds nog door te springen of te duiken aan happende kaken en slaande klauwen had kunnen ontsnappen. Nog meer, nog grotere dieren kwamen er. Boven hen uitstak een enorme bruine beer die op zijn achterpoten liep en door de kleinere soorten heen waande of hij een bewaarschoolonderwijzeres was door kinderen omringd. Uit zijn bovenkaak hingen enorme slagtanden naar beneden als bij een walrus. Waggelend kwam hij op Denkbaar toe. In het voorbijgaan sloeg hij de Eskimo tegen de grond. Denkbaar deinsde achteruit. De chauffeurs van de vrachtauto's begonnen hem uit te fluiten en honden hem achter de hekken die de betonnen ruimte afsloten. Hoe moest hij ontkomen aan deze verschrikkelijke beer? En ik heb het recht niet eens hem te doden, riep hij uit in wanhoop. Ik heb het recht niet, want ik zie een stuk ketting hangen over zijn borst. Deze beer heeft een halsband en is bij vergissing hier binnengebracht. Ik heb het recht niet hem te doden en dat is de reden dat ik het niet kan, loog hij. De beer was hem nu op 2 passen afstand genaderd. Radeloos sprong Denkbaar in het wagentje van ijzergaas en trok het deksel dicht boven zijn hoofd.
Daar bleef hij zitten, voorlopig in veiligheid, al waren de rollen nu dan ook omgekeerd. Tot de avond inviel, bleef de beer om de kooi heen lopen, zo nu en dan een klein roofdier grijpend en verslindend. De andere dieren werden stil van angst. In armoede reden de vrachtauto's onverrichter zaken naar huis. Niets was er meer te horen dan het gerinkel van het stuk ketting dat aan de hals van de beer hing. Ik heb het recht niet hem te doden, fluisterde Denkbaar, want hij heeft een halsband om. Maar hij mag mij evenmin niets doen. En toen het buiten donker geworden was, klom hij uit de kooi van ijzergaas, greep de beer bij de ketting en zei, kom mee. De beer verhief zich op zijn achterpoten en applaudisseerde met nagels die zo lang als vingers waren. Zo liepen zij door de nacht, dwars over rangeerterreinen en langs de kolenstortplaatsen van grote fabrieken. Hij huiverde in zijn gescheurde overal, sloeg zo nu en dan zijn arm om de beer en drukte zich tegen hem aan om zich te warmen. Niemand zag hen in de duisternis. Pas toen ze langs de rivier liepen, werden ze aangehouden door de agent Luziek. Uw verlof, patje vlug. Is een beer niet voldoende? Dat hangt ervan af, als het een sterke beer is. Hij is heel sterk en volmaakt kogelvrij. Dan is het wat anders. Waar wilt u met hem naartoe? Naar het hotel van uw moeder, waar ik altijd heb gelogeerd. Ik vraag mij af of daar plaats is voor een beer. Waar een wil is, is een weg. De weg is langer dan de herberg. Onzin, eerlijk duurt het langst. Langer dan de politie in elk geval. Waar een politieagent is, is angst. Maar niet waar een politieagent en een beer tegenover elkaar staan. Dat wil zeggen, houd je mond maar, grappenmaker. Ik maak er 20 per half uur. Ik verkoop ze voor 100 frank per dozijn. Een schappelijke prijs, of schoon. Als u ze goedkoper krijgen kunt, dan moet u het maar zeggen. Dan hoef ik ze zelf niet meer te maken. Nu goed, geef mij er 13. 13 in een dozijn? Goedenacht. Ik heb het toch al zo koud. Ik heb geen tijd langer naar u te luisteren. Tot ziens. Doet u de groeten aan mijn moeder? De beer applaudisseerde in zijn nagels, vlak voor de neus van de agent, zodat zijn pet ervan afwoei. Niemand stoorde hem verder. De mensen keken nauwelijks. Er was trouwens bijna niemand op straat. Toch bleef Denkbaar, als hij een agent zag naderen, staan op een donkere plek en omhelsde de beer, zodat de agent hen voor twee verliefden zou houden. Zelfs liet hij deze omarmingen langer duren dan nodig was, omdat de beer zacht was en warm. Zijn pels scheurde naar amber en zijn hart sloeg als een Westminsterklok. Zo dicht was zijn vacht dat de halsband in de lange haren niet terug te vinden was. En toch moest er een halsband zijn, want waaraan hing anders het stuk ketting dat rinkelde op zijn borst? In het hotel was nergens ruimte. Op alle etages zocht hij met mevrouw Luziek, de beer achter hen aan, maar er was nergens een kamer vrij of een hok. Trap op, trap af, 7 etages. Om de 3 minuten ging het licht weer uit. Dan op de binnenplaats, en binnenplaats was er niet. Dan in zijn kamer, maar de beer kon niet door de deur. Hoewel ze nog een poosje probeerden of het zou lukken door hem tegen zijn achterwerk te duwen, maar hij was te dik. Toen gingen zij weer naar beneden. Mevrouw Luziek had een idee. Onder de trap naar de tweede verdieping was een driehoekige kast met een driehoekige deur. Zij lieten de beer gaan zitten en schoven hem toen naar binnen. Hij zat met zijn kop op zijn knieën. De deur kon net nog dicht. Het is een hole beer, zei Denkbaar. Ik dacht het al aan zijn tanden te zien. Denkbaar ging naar zijn kamer, trok de klompen en de flarden van de overal uit en verbrandde ze in de open haard. Toen de vodden verbrand waren, schoof hij het ijzeren luik van de haard weer naar beneden aan een gietijzeren handvat dat de vorm had van een geoorde schelp, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobschelp. Het handvat liet los en hij stond ermee in zijn hand, een schelp, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobschelp. De volgende ochtend probeerde hij kleren te kopen. Alleen met een handdoek om zijn heupen liep hij over de kade met in zijn hand de gietijzeren schelp, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobsscherp. Hij kocht kleren en kleedde zich onmiddellijk aan en wilde betalen met de gietijzeren schelp, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobsscherp. Dit is alles wat ik heb, een schelp van gietijzer, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobsscherp. Nee, liever geven wij u krediet, meneer. Wij wachten wel tot u geld heeft. Wij hebben niets aan een gietijzeren schelp, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobsschelp. Met de geoorde gietijzeren schelp in zijn hand, een pekt en kleiner dan een Sint-Jacobsschelp, liep hij, geheel gekleed,
op sokken, want schoenen had hij nog niet, naar het hotel terug en ging kijken naar de beer. Hij moest een zaklantaarn lenen, zo donker was het in de kast. Maar eten wilde de beer niet, hij wilde zelfs niet drinken. Trouwens, eigenlijk had hij geen eten voor hem, alleen een paar kaaskorstjes en worstvelletjes. Want geen enkele andere winkelier had denkbaar krediet willen geven op zijn gehoorde gietijzeren schelp, een pekten kleiner dan een Sint-Jacobsschelp. De beer bleef voorover zitten, zijn kin op zijn knieën, en ter weerszijde van zijn zwart leren neus dropen voortdurend tranen uit zijn ogen naar zijn lippen, naar de enorme afhangende slagtanden die glansden van het vocht. Ook mevrouw Luziek had medelijden met de beer. Zij probeerde hem de meest verschillende soorten voedsels voor te schotelen. Sla, worteltjes, schapenvlees, vis, zelfs slakken en kalfshersens. Zelfs liet zij haar zoon, de politieagent, vreemde kruiden plukken in de plantentuin. Maar niets hielp. De beer bleef huilen in zijn gebukte houding. Het leek of zijn ogen oplosten in het vocht. Eens stak hij zijn klauw uit naar de kleine pekten, kleiner dan een Sint-Jacobsschelp. Maar toen hij de klank van gietijzer hoorde, trok hij zijn poot weer in. En daarna heeft hij zich nooit meer verroerd. Toen was het duidelijk dat het voedsel waar hij aan gewend was, alleen nog maar in gietijzer aangetroffen werd. Zo viel het te begrijpen dat de beer steeds magerder werd. Elke dag stak denkbaar zijn hand in zijn pels. Steeds dieper kon hij zijn hand erin steken zonder iets te bespeuren van een huid, een rib. De pels werd steeds dikker. De haren ervan werden langer. Maar de beer vermagerde elke dag. Ten slotte zakte hij dood in elkaar. Hij was niets anders meer dan pels, een grote hoop langharige bruine wol. Toen pas, voor het eerst, durfde denkbaar aan de ketting te trekken, in de hoop eindelijk de halsband van de beer te zien te krijgen. Het was een platte halsband die uit één stuk dun metaal bestond en daarop was gegraveerd: doorhalen wat niet verlangd wordt, het bedrag in cijfers. Er zat een vreemd slot aan de band, een kleine gehoorde schelp van gietijzer, een pekten kleiner dan een Sint-Jacobsschelp. Denkbaar nam wat er van de beer overgebleven was in zijn armen en droeg het naar zijn kamer. Hij legde het neer op het voeteneinde van zijn bed, bedwong het paar snikken, legde de halsband erbij en knielde toen. Hij drukte zijn neus in de zachte wol die geurde naar amber en hoorde het slaan van het hart van de beer. Het hart dat sloeg met het geluid van een Westminsterklok. Willem Frederik Hermans las een fragment uit De God Denkbaar, Denkbaar, De God, geschreven in 1956, eind 1994 opgenomen in Brussel.